Bij de beenoefening komt er een klein beetje balans om de hoek kijken. Misschien is het handig om er even een stoel bij te pakken. Kijk maar even. Kom maar staan met de voeten een klein stukje uit elkaar. Plaats je handen op je heupen. Doe een uitstappas naar voren in 4 delen. Eerst langzaam en dan snel. Doe maar mee. Stap naar voren. Dat is 1. Buig je knieën. 2. Strek je benen. 3. En weer terug. Zelfde kant. Dus voor. Buig. Strek. En weer terug. Dubbel tempo. Voor. Buig. Strek. En terug. Maak goed gebruik van die dijbeenspieren. Dus hou ze aangespannen. Zowel omlaag als omhoog. En je bovenlichaam mooi rechtop. Dan zit je goed. Laatste 2 maal. Voor. Buig. Strek. Laatste keer. Hoe dieper je gaat, des te zwaarder het wordt. Wissel langzaam kant 2. Eerst langzaam. Neer. Op. En weer terug. Nog 1 keer langzaam. Voor. De voeten staan zijwaarts gezien een stukje uit elkaar. Dan heb je meer balans. Dubbel tempo. Die kant. Dat is voor. Buig. Strek. En terug. Voor. Buig. Strek. Laatste 3 maal. Laatste 2 maal. Laatste keer. Blijf staan met de voeten een klein stukje uit elkaar. Handen nog steeds op de heupen. En doe aan één kant knie heffen. Komt-ie. Dat is op en terug. Laatste 4 maal. Die kant, hè. Hou vol. 3. Vind je balans en hou je standbeen licht gebogen. Wissel. Andere kant. Doen we 8 keer. 7. Controleer je beweging door het aanspannen van je spieren. Laatste 4. 3. Terug naar kant 1. Doen we 4 maal knieheffen. 4 maal. Dat is 4. Hou vol. 3. Vind je balans. 2. Wissel. Laatste keer. Kant 2. Een beetje je buikspieren aanspannen. Dan voel je dat je makkelijker je balans kunt bewaren. Dit is de laatste. We gaan stappen.